Welkom bij het Haags TV-journaal van vrijdag 19 juni. Vandaag in het nieuws, straatmuzikant Chuck heeft het moeilijk. Festival Klassiek zet Binnenstad op zijn kop met gratis optredens. Maar eerst, de Volvo Ocean Race is aangekomen in de Scheveningse haven. De grootste zeilwedstrijd ter wereld, de Volvo Ocean Race, is vannacht aangekomen in Scheveningen. De zeven boten varen niet volgens schema en hebben flinke vertraging. Een lesje in geduld voor het massaal toegestroomde publiek op de kade. Eindelijk komen ze dichtbij. En dan duurt het nog heel lang. En is alles hier dicht? Dat mag ik zeker niet zeggen. Want u zit hier al de hele avond te wachten. Ja. Op maar één ding, denk ik. Ja, precies. Op de winnaar. Maar nu heb ik me toch een beetje bedacht. Ik heb het zo koud gekregen. We hadden verwacht dat ze vanmiddag om 6:00 aan zouden komen. Maar ja, nu blijkt het midden in de nacht te zijn. Maar ja, we zijn hier helemaal uit Friesland gekomen. Dus ik zei, dan moeten we er ook even bij zijn. En hoe blij is uw vrouw daarmee? Nou, niet zo erg, want die is heel erg koud. Dus, maar ja, ik zei even doorbijten. En dat doorbijten loont, want niet veel later doen we er allerlei lichtjes op aan de horizon. Hier staan wij. Dus het is nog even wachten. Wat schat u in qua tijd? 10 minuten. Het Turks-Amerikaanse team Alvimedica komt als eerste aan. De Nederlandse boot Team Brunel komt ongeveer 2 uur later binnen. En de Scheveningse Caroline Brouwer van Team SCA 4 uur later. Brouwer is al 2,5 jaar niet in Scheveningen geweest en is blij om weer terug te zijn, vertelde ze op de persconferentie vanmorgen. Na 2,5 jaar is dat wel een heerlijk gevoel. Toen wij vanochtend om 6 uur door de finishlijn voerden en ik de punt van de boot draaide naar het strand toe en ik zag daar mijn huis voor me of mijn appartement voor me. Ja, dat is best wel bijzonder. Dat gebeurt niet zo vaak. Haar team SCA kwam vanmorgen op grote achterstand binnen, maar Brouwer ziet nog wel kansen om te winnen. Wij staan inmiddels bekend in de vloot als de comeback kids. En dat we een hoop goed kunnen maken naar het einde toe. Dus wij hebben nog 450 mijl zo meteen tussen Scheveningen en Göteborg om het een en ander goed te maken. Dus dat gaat gebeuren. Op het festivalterrein van de Volvo Ocean Race wordt niet alleen gefeest. De Plastic Soup Foundation doet tijdens dit festival aan trash hunting. Wij richten ons op het oplossen of het voorkomen van plastic in de oceanen en in zee. Deze kinderen geven in elk geval het goede voorbeeld. Ik vind het ook eigenlijk helemaal niet kunnen dat mensen soms gewoon blikjes op straat gooien. Want ja, dat komt de zee in en dan gaan alle andere dieren dood. En we hebben niet voor niks prullenbakken. Maar wat vinden de kinderen eigenlijk op het terrein? Troep. Ja, bakjes, karton. Straatmuzikant Chuck Daly, wie kent hem niet? Al 12 jaar speelt hij trouw elke ochtend bij het Centraal Station. Hij haalt soms wel 90 euro op en daar kan hij van leven. Maar sinds een tijdje gaat het niet zo goed met zijn opbrengsten. Het lawaai van de verbouwingen rondom het Centraal Station verstoren zijn muziek en zorgen ervoor dat hij bijna geen geld meer krijgt van de voorbijgangers. It's just that it's gotten really, really poor here. It's I think it's mainly because of the noise, but it never was so bad as it is now. I used to make 80 or 90 euros in the morning. I paid my rent from this, and now I'm lucky if I make 10 sometimes, you know. It's really, really terrible, and they just walk by and ignore me. And when thousands of people walk past and you only have a euro or two on your case from 2,000 people, it's very frustrating. It's just the most frustrating feeling I know. If I don't find some solution, if I don't either find another place to play or some other income or something to change it, you know, or turn this around somehow that it gets better again, then I lose my house, or, you know, I mean, take your pick, I wind up on the street. I'm 60 years old, I can't live on the street, you know, I mean, I really can't do that. Thank you. And if I come to the point where I can't pay my rent, then, well, I might as well die, you know, really. I don't see any point in going on. Als je deze week langs onze vriend Chuck loopt, kijk dan even of je nog wat kleingeld in je broekzak hebt zitten. De brandweer wil delen van het Binnenhof gaan sluiten als er niet snel wordt gestart met de noodwerkzaamheden aan het regeringsgebouw. Het is te gevaarlijk om nog binnen te zijn. De totale verbouwing gaat 5 jaar duren. De Tweede Kamer moet dan tijdelijk verhuizen naar een andere locatie. De gemeente komt met een plan om de 19 lindenbomen aan de Toussaintskade te redden. De kadermuur moet vervangen worden, waardoor de lindenbomen moeten wijken. Wethouder Boudewaar Revis gaat onderzoeken of ze toch kunnen blijven staan.
Het onderzoek heeft wel een flink prijskaartje, namelijk €350.000. Vanmorgen om 9 uur zijn honderden fietsers vanuit het Haga ziekenhuis gestart aan hun rit naar Texel. Er wordt geld opgehaald voor het Juliana kinderziekenhuis. De fietsers komen vanavond aan bij de boot richting Texel. Dan wordt ook bekend hoeveel geld er is opgehaald. Voor het eerst kun je dit jaar op Festival Klassiek gratis voorstellingen zien. Dat kan naast de Hofvijver, op het plein en op de Spuistraat. Gratis programmering is voor Festival Klassiek een heel belangrijk instrument. Ons doel is dus zoveel mogelijk mensen betrekken en gratis dingen aanbieden waar je makkelijk bij kunt komen zonder een kaartje te kopen. Dat doet daar heel erg veel in. Naast klassieke voorstellingen kun je ook zelf muziek maken. Deze moet je op deze manier vasthouden. En dan een soort... En zelfs zingen onder de douche. Zelfs als je een valse kraai bent. Geeft helemaal niets. Niemand ziet je. Gordijntje dicht en zingen maar. Maar nog niet iedereen loopt er warm voor. Ja, ze zijn gewoon bang. Ach. Dan het weer. Morgen is het bewolkt en er valt wat lichte regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 17 graden. En zondag wordt het iets warmer en zonniger, maar valt er ook meer regen. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. Het is de dag van de architectuur. Bijzondere gebouwen zijn open voor publiek, zoals het ministerie van Economische Zaken, de Haagse Poort en de Haagse Toren. Winkelgebied De Varenheid wordt na 11 maanden weer geopend. In die periode is het gebied flink opgeknapt. De opening wordt gevierd met optredens en kinderen tot 12 jaar mogen een gratis ijsje halen. En de Volvo Ocean Race vertrekt voor de laatste etappe van de zeilwedstrijd. Om 12 uur geeft burgemeester Josias van Aartsen het startschot op het festivalterrein voor het Zuiderstrandtheater. Tot zover het Haags TV-journaal voor vandaag. Maandag zijn we er weer om 7 uur op Den Haag TV. Goed weekend!